Hoe kan je je hoes blowend van energie verschen? Hokker zinnenpaneel jou ten meeste energie. Ik ben al je vragen dat het centrum van Dworsum Energie antwoord op jou had. Want de boxen moet ik in jou, het vindt op dit tijd drok bouwt om dat centrum. Initiatiefnemer Hendrik Gommer en zijn vrouw hadden het hoes van oud-wargemaster Loekie van Maren verkocht. En onpast voor het proefproject. We zijn nu bezig met het aanbrengen van isolatie. Cellulose is dat, oud papier. Ik heb hier ook een stukje bij me. Je ziet er gewoon de krantenknipsels nog in zitten. Dat is niet alleen isolerend voor de warmte, maar ook nog eens een keer geluidsisolerend. En vanwege het spoor wat we hier langs hebben lopen, zorgt dat een hele stille ruimte wordt straks. Wat wordt dit? Krijgt het skorken? Een voorlichtingsruimte voor duurzame energie. Dus daar kunnen we vertellen over zonnepanelen, kleine windmolentjes, het broeikaseffect, duurzame manieren van verbouwen, etc. Wat is de proef? De proef is dat we hier allerlei verschillende zonnepanelen langs de oprijlaan plaatsen. Eigenlijk alle panelen die er in Nederland te krijgen zijn willen we daar neerzetten zodat je kunt zien hoe ze eruit zien. Maar ook wat de opbrengst is. We hebben twee grote panelen die met de zon meedraaien en daardoor 40% meer opwekken dan gewone panelen die op het dak liggen. We zijn bezig met... En dat ben je eerst in Nederland al nog, hè? Dat zijn de eerste panelen in Nederland die met de zon meedraaien. In Duitsland staan er al meer, maar gek genoeg hier in Nederland tot nu toe nog niet. Gommer had in 1999 een project met ecologische bungalows opzet in Starem, maar daar namen de Groene Legio aan. We zijn dat project toegestart ook als demonstratieproject voor duurzaam bouwen. Het was echt heel milieuvriendelijk van opzet, van nieuwbouw. Allerlei zonnepanelen, grote systemen werden daarmee vergeleken als eerste in Nederland. En het project is qua demonstratie eigenlijk afgerond. We verhuren nu nog gedeeltelijk die woningen. Maar dat is eigenlijk niet het werk wat ik het liefste doe. Dus vandaar dat we weer een nieuwe uitdaging gezocht hebben. Tegeren was je vrouw kocht Gommer het hoes van oud-wargemaster Loekie van Maren om het centrum te bouwen en ook om in te wennen. Maar een wargemaster broekt meer stroom als een paar energie-idealisten. Wat ons met name opviel, dat er heel veel lampen waren in het, rondom het huis die de tuin verlichten. Nou, die hebben we uitgeschakeld, want wij vinden het niet zo belangrijk dat er 's avonds in de tuin lichten schijnen. En wat we ook gedaan hebben, zijn alle lampen die wij zelf weer hebben aangebracht, daar hebben we spaarlampen in gedaan. En dat scheelt al enorm in je energieverbruik. Dus dat is een kwestie van erin draaien en eruit draaien waar ze er niet in zaten. Wat hier in dit huis ons ook aansprak, was dat er veel glas is op het zuiden. Waardoor als er maar even de zon schijnt, in de winter ook zelfs al de warmte gratis naar binnen komt stromen. En je zelfs al zoveel warmte vangt in de kamer dat je de kachel uit kunt zetten. Dat hebben we ook al echt een paar dagen gedaan. En dan is het hier echt 20, 21 graden. Het vinden van timmerlui die dek milieubewust en dworsen bouwen kennen, wie in Starem dreger als in Ljouwert. Nou had ze toevallig een boerman met een bio-ecologisch timmerbedrijf. En die is nedig. Kit en pur, waar in de bouw heel veel mee gewerkt wordt. Dat werd eens tevoren ook op alle mogelijke momenten uit de zakken tevoorschijn getoverd als wij niet keken. En dan was het weer dat je daarop moest hameren, dat niet mocht. Nou, hier zal Piet Dijkstra, onze buurman, daar veel beter op letten. Ook al had het kabinet Balkenende alle subsidies van zinnenpanelen afgeschaft, Gommer denkt dat dworsum energie de belangrijkste bronne worden zal. Veel mensen die denken aan een termijn van 40, 50 jaar. Maar ik denk dat als we daar meer op inzetten, dat het op een termijn van 20 jaar al een heel belangrijke rol zou kunnen spelen. Nou, hieromheen wordt bijvoorbeeld over de jaren 5 Leeuwarden-Zuid gebouwd. Met hier op deze plek de plantage. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als men met de ervaringen die we hier opdoen, ook die wijk wat meer van duurzame energie zou kunnen voorzien. Misschien wel helemaal op duurzame energie. Het centrum voor duurzame energie maakt voor de zomer hier.